politieke interesse kwam bij mij echt pas aan het eind van de middelbare school. Ja, en daarvoor was het brandweerman en daarna wilde ik pianist worden. Het zou ook wel heel ziekelijk zijn als je heel jong bent en dan de politiek in wil. Als we in het weekend in de stad spullen moesten kopen, dan werd daar de auto neergezet. Ik ken het Binnenhof eigenlijk als parkeerplaats. Goedendag. Afwisseling of is iets aan de hand? Ja, aan tafel met broers en zussen. Er werd veel gepraat over politiek. Dan krijg je ook een beetje gevoel voor links en rechts en liberaal en sociaal-democratisch. En wat vind ik er eigenlijk zelf van? He, dan word je wel gedwongen om ook een standpunt te hebben. Het was ook niet zo dat je daar wegkwam met een niet onderbouwde opvatting. Dan gaan we ons even richten op artikel 13. Dus de kwaliteit neemt toe en je eigen risico daalt. De cijfers zijn wel positief, maar... Ja. Zullen we van voorzichtig stap voor stap maken? Ja, dat is wat jij net zei. Volgens mij klopt dat. Moet even dubbel checken. Het is net vers van de pers. Het is uitgelekt gisteren, dus we hebben nu onder stoom en kokend water dat we klaar moeten nemen. Dan zijn we daar klaar. Dan gaan we schminken. Ik vind het werk leuk. Het is soms heel intensief, maar... Ja, ik heb altijd volgens de filosofie geleefd. Je moet 's avonds meer energie hebben dan 's morgens. En dat lukt de meeste dagen gelukkig. Je hebt mapje, hè? Ja. Maar je hebt de diabetes en een hersteloperatie. Ja, dus de diabetes gaat echt over, dan kan je een pakje. Ja, nee, maar dan ga je naar een ziekenhuis wat dat heel goed kan. Ja, precies. Mag ik even een foto maken? Ja, tuurlijk. Kom even, doe even hier voor de deur. Ja, ik maak maar eentje, want ik moet naar binnen, anders ben ik te laat. Sorry. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Laatste blik. Sorry dat u even moest wachten. Ah, hij is er. Ja, goedemiddag. Minister Edith Schippers heeft zojuist een alternatief gepresenteerd voor de aanpassing van artikel 13 van de zorgverzekeringswet. Ik heb natuurlijk wel een gevoel van we hebben weinig tijd. We moeten heel veel veranderen, we moeten tempo houden. Goed weekend. We moeten snel, er moet zoveel gebeuren. Dus dat gevoel van snelheid, urgentie, dat kan wel eens zich uiten in boosheid en dat is nooit handig. Ik kan wel eens een onredelijke aanval hebben, ja. Maar dat maak ik altijd meteen goed, want meestal zijn dat niet de momenten dat het ook terecht is. Nou ja, we werden natuurlijk overvallen gisteren door het lek. Dat was echt irritant. We moesten allemaal hals over kop. Maar ik zei tegen Edith en ook met Lodewijk en zo gisteravond, dit gaat nu lopen. Ja, dan moet je het nu ook zelf wegzetten. Anders ben je helemaal de speelbal van de lekjes. Waar ik heel erg van geniet is muziek. Ik wil natuurlijk ooit bedacht, ik ga gewoon pianist worden, maar miste dus dat talent. Maar muziek blijft voor mij heel erg belangrijk. En met vrienden op vakantie gaan vind ik erg gaaf. En gewoon weg zijn. Ik vind het ontzettend belangrijk om niet te veel te gaan hechten aan status of aan geld of dat soort dingen. Dus... uiteindelijk vind ik wel belangrijk om het geluk in jezelf te zoeken. Ja, ik vind gewoon dat je een paar uur in de week wel wat vrijwilligerswerk mag doen. Dus ik dacht, nou, wat ga ik dan doen? En nu sinds een jaar 4, 5 op een school in Den Haag, in Schilderswijk. Met heel veel kinderen ook met een niet-Nederlandse achtergrond. Deze kinderen hebben dus echt te maken met discriminatie en daar gaat het vaak over. Dat kun je niet, helaas, met een wet stoppen. En dan leg ik ze als liberaal uit en zeg ik, ja, als je omdat je Mohamed heet 2 keer zo lang moet solliciteren dan iemand die Piet heet, heb jij wel de keuze die je maakt of je toch doorzet. En als je toch doorzet, dan kun je uiteindelijk ook burgemeester van Rotterdam worden als je Ahmed heet. Ja, je hebt makkelijk praten. Maar vervolgens praat je erover door en ja, hoop ik dat ik het zaadje plant van joh, we geven niet op. Je moet tenminste de kans bieden, de gelijke startposities. Dus hoe zorg je er, wat kan een samenleving als geheel doen? Bijvoorbeeld met goed onderwijs. Waarbij je natuurlijk realiseert dat er altijd verschillen zijn. Want in het ene gezin wordt aan de tafel wel over allerlei dingen gesproken en het andere gezin niet. En dus dan kun je het helemaal opheffen. Maar het ontdekken van je talent en dat ontwikkelen en daardoor ook goed in je vel zitten en je als sociaal wezen om anderen bekommeren, dat leidt tot een hechte samenleving. En
zo'n omslag, dat kan de politiek doen. Dat vind ik het mooie van politiek. Dan kun je zo'n impact hebben op het leven van mensen. Dat vind ik prachtig. En dat geeft ook heel veel energie. En dan hebben we natuurlijk ook nog die toekomst van de EMU. Ja. Daar blijf ik altijd een ingewikkelde discussie vinden. Omdat we natuurlijk al zo vaak ook met Merkel en met Hollande gesproken hebben over dit onderwerp. En ik merk wel dat op zich daar wel meer steun voor komt. Het interessante is natuurlijk dat landen als Spanje en Portugal, die nu uit een hele moeilijke fase komen, dat die ook steeds meer die lijn beginnen te kiezen. Absoluut. En zeggen, ja, we hebben nou zoveel offers gebracht. Nou willen we ook dat anderen zich aan afspraken houden. Ja. Waarom zouden wij met een voorstel moeten komen? We hebben 240 miljard in Griekenland gestoken. Ik kan met niets akkoord gaan wat ook maar een dubbeltje extra geld kost. Ik heb nul ruimte en ook Duitsland niet en andere landen niet. En daar zit het ingewikkelde. Ik hoop het van harte dat het je gelukt is. Want het is een drama als je een ongeordend exit krijgt van Griekenland. Als ik een rotzooi word het dan. Welke school zijn jullie? Martin. Waar? Uit? Martin. Leuk. Ik heb hier twee debatten vandaag, daar ga ik het over hebben. Ik heb net met een collega al gereageerd. We zijn altijd met 3 of 4 moeilijke dingen bezig en dat is nooit helemaal af. Dus wat ik wel doe is de dag echt afsluiten altijd voor mezelf. En ik maak veel lijstjes, dat doe ik mijn hele leven al. Dus ik maak alweer een soort to-do-lijstje van wat is eraf en wat gaan we en met wie moeten we nog eens even wat dingen verder oppakken de volgende dag. Daar komt wel bij dat dat bellen wel doorgaat het weekend en 's avonds. Dus het is niet helemaal weg. Hè? Er wordt altijd nog wel veel tot 's avonds laat en 's morgens vroeg begint dat weer ook alweer getelefoneerd. Maar ook juist omdat die familie en vriendenkring van mij zo helemaal los van de politiek staat, gaat het zo over andere dingen. Daar zijn ook echt niet echt in geïnteresseerd gelukkig. Dus dat maakt het wel makkelijker. Ik heropen de vergadering. Ik verzoek de leden hun plaatsen in te nemen. Voorzitter, de VVD wil graag mitrailleurs in het straatbeeld en prompt krijgen we marechaussées. Daarom hebben wij hem ook een serie kritische vragen gesteld over de nationale veiligheid. De reflex om telkens weer meer afluisterbevoegdheden te willen regelen bedreigt niet alleen de privacy van burgers, maar het is ook ondoelmatig. Zonder openheid kunnen wij de regering hierop niet goed controleren. En dat, mevrouw de voorzitter, is gevaarlijk en onverantwoord. Waar is de power. Wat denk je nu van die motie Buma? Gaat Samson die steunen of niet? Hij is het op zich eens met de lijn. Ja, anders zou zijn Buma gewoon die motie aanhouden. Ik denk dat we echt allebei moeten proberen zo'n beetje naar ons toe te halen. Ja. Te zeggen, nou, we voelen gewoon die gemeenschappelijke urgentie. En als dadelijk onze nadere plannen komen, zal dat ook bevallen, is mijn overtuiging. Dus niet al te confronterend, zou mijn gevoel zijn. Nee. Ik zeg het toch een keer voor alle zekerheid. Dat het een illusie is te denken dat bescherming tegen terroristen, dat het voor 100% te koop zou zijn. Helaas, dat is een illusie. Kortom, we moeten doen wat kan om onze veiligheid te behouden en deze veiligheid en vrijheid ook te bewaken. En het is een kerntaak van de overheid. Daar sta ik voor, daar staat het kabinet voor en ik voel dat eigenlijk in alle inbrengen van de Kamer. Ik geloof echt dat we in een van de meest gave landen van de wereld leven. Met een waanzinnige veel mogelijkheden en leuke mensen. Maar dat we zo verschrikkelijk veel nog met elkaar geregeld hebben wat ons tegenhoudt. En daarom ben ik wel heel trots op wat we de afgelopen paar jaar met die gekke combinatie met de Partij van de Arbeid, die ook niemand had kunnen bedenken, we toch in geslaagd zijn om met die twee partijen zo vreselijk veel te veranderen. Waardoor in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, we heel veel achterstallig onderhoud hebben opgeruimd. Waardoor er gewoon meer lucht komt in de samenleving. Mensen meer kansen kunnen pakken. Minder in de weg worden gezeten door de overheid. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Dat vraagt nog jaren werk.